In Valkenswaard werd zondag de openingswedstrijd van het motocross wereldbekerseizoen verreden. Over de MX1-klasse, de eredivisie van de internationale motocross, kunnen we kort zijn. De Nederlanders speelden nauwelijks een rol van betekenis. Mark de Reuver werd in de eerste manche nog achtste. In de tweede manche brak zijn ketting en was zijn GP van Valkenswaard voorbij. De Belgen deden het daarentegen een stuk beter. Steve Ramon wordt tweede op de Suzuki voor de Duitse Nagel. De Vlaming Ken de Dijker won beide manches en werd dus eerste. Dan de MX2-klasse, met deze Kevin Vijfeiken. Ook hier hadden de Nederlanders het zwaar. Ze eindigden allemaal in het achterveld, er was echter één uitzondering, Erik Eggens. Hij kwam op het podium. Dat is lang geleden, toch? Ja, 2003, ook hier. Was volgens mij ook derde, dus ja, dit was een goede opening van het seizoen. Erik Eggens eindigde achter Tyler Redry op de KTM-motor en Tony Caroli van Yamaha. Ja, de laatste ronde, toen ik dan derde lag, toen was het toch wel spannend. Ik heb er ook een paar keer aan gedacht van, oh, nou geen fout maken. Maar ja, uiteindelijk is dat gelukt en dan inderdaad podium, dat is te gek. Wat vond je van het parcours? Ik was gisteren bang na de vele regen van er wordt de blubber zo, maar het viel nog mee. Ja, de eerste manche was het nog vrij glad en vrij blubberig. Maar ja, de tweede manche was eigenlijk goed. Er kwamen iets meer lijnen. Het gevolg is wel als het zeg maar zo blubberig is dat je vaak één lijn hebt. En omdat iedereen over die ene lijn heen rijdt, wordt die lijn natuurlijk steeds slechter elke ronde. Dus ja, het tweede manche was daarom erg zwaar. En uiteindelijk denk ik dat we echt heel veel geluk hebben gehad met het weer inderdaad vandaag. Eggens, rijdend op de Suzuki, voelde zich op zijn gemak in het mullenzand van Valkenswaard. Ik denk als Nederlander zijnde zou je liegen als je zegt van het hadden ligt me beter. Want we zijn opgegroeid in het zand. Dus dat is altijd zeg maar de thuisbasis geweest. En ja, dat ligt mij dus het beste. Een podiumplek bereiken in het wereldbekercircuit in eigen land is dan natuurlijk extra mooi. Nou, dit voelt inderdaad als thuis. Holland, veel Nederlandse fans. Dus ja, het voelt goed. En dan zeker als je dan podium rijdt, voelt het helemaal goed. De eerstvolgende grote race in Brabant wordt gehouden op 6 september. Dan strijden de MX1 en MX2 coureurs voor de Europese titel in Lierop.